Hallo allemaal. Welkom bij de Raadspensionarissen. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Raadspensionarissen. Aflevering 10 alweer. Van seizoen, nou ja, seizoen. Seizoen 2, of dan dingen 2. Ja, we zijn natuurlijk een podcast met een heftig geschiedenisdingetje. Jullie weten al waar je ons kan beluisteren, dus dat zal ik niet benoemen. Maar mocht je ons willen volgen, dan kan dat op Twitter, Instagram. mocht je iets willen weten, of fanmail, whatever, groupies, whatever, ook goed. De raadspensionaris@gmail.com. Groupies? Groupies! I'm testing in a bit tasty bush right after the show. Ja, leuk dat jullie er weer zijn, dus laten we beginnen met de quizvraag gelijk van vorige week. Zeker. Zullen we aan beantwoorden? Ja. De vraag is, wanneer is de computermuis uitgevonden? Dat was de quizvraag aan jullie. En het antwoord is natuurlijk, ik zou wel natuurlijk, maar misschien is het niet zo natuurlijk. Maar hij is uitgevonden door de Amerikaanse uitvinder Douglas Engelbart. En hij kreeg op 17 november 1970, vroeg hij het patent aan, dat kreeg hij dus ook. En 2 jaar eerder had hij de muis al getoond aan het publiek. Maar hij deed zijn uitvinding eigenlijk al in 1963. Het lijkt niet zozeer op onze huidige muis. Het lijkt meer op een houten doosje met 2 metalen wieltjes waarmee je dus de X- en de Y-positie op je scherm kon veranderen. Eigenlijk werd die muis pas populair nadat Steve Jobs, de oprichter van Apple, zoals jullie misschien wel weten, in 1971 de muis had gezien. En hij begon dus, daarmee maakte die muis dus een opmars. En uiteindelijk gebruikte dus Apple en Microsoft maakte dus gebruik van die muis. Mm-hmm. Dus dat is revolutionair dat ze inzien dat die muis nut heeft op een digitaal scherm. Want dat had ook heel anders kunnen zijn natuurlijk. Ja. Ik weet niet hoe, want ik kan het niet meer inbeelden hoe het anders zou kunnen zijn. Ja, ik maar weet het, het zou geen touchscreen, dus ik weet ook niet hoe ze dat precies, deed. Dus dan was je misschien eerst een ontwikkeling doorgemaakt van alleen direct touchscreen zonder de muis. Maar dan zou gamen wel een beetje lastig zijn. Ik denk dat ze het aan toetsenbord alleen zouden gebruiken. Ja, dat denk ik ook, ja. Dan zou je meer met snelkoppelingen werken. Ja, dat denk ik ook. En als je eenmaal games krijgt, zou je sowieso wel op een gegeven moment de behoefte krijgen aan een joystick in ieder geval. Net zoals bij een vliegtuig. Ja, precies. Ja, toch? Dan heb je geen muis nodig. Nee. Dan komt er wel zoiets voor. Toch? Ja, zeker. Ja. Dan ben je te lachen, joh. Je praat er aan. Ik? Ja, je zo bloep, bloep, bloep. Ja, we zitten nu even ergens anders op een locatie. We zitten nu naast elkaar en dat is even awkward. Heel awkward. Maar wel, okay. Valt reuze mee. Ja, zeker. Ja. Dus, ik dacht, we kunnen even skippen naar luisterpost. En we hebben een vaste luisteraar die we even willen bellen. Om hem even te bedanken voor zijn continue feedback eigenlijk. En support. Support. Hij is echt een patron. Hij zou een patron kunnen zijn. Ja. Dus ik ga even zijn nummer zoeken. Ik wil goede bellen. Dat doe ik allemaal shit. Ja, echt heel slecht dit. Praat jij het even vol? Maar ja, toen je net zei van... We skippen even naar het dak van... Je gaat zeggen Schiphol, maar... Schiphol, dan nee. Dat komt zo meteen wel. Ja, dat is natuurlijk komt hij. Ik ga hem wel... Ik ga er ook kijken of hij opneemt. Even bellen met daar is hij. Spannend. Gaat over. Nee, echt? Ja. Pik op je phone. Oh. Dennis... Hoi Dennis. Hallo Dennis. Met de Raadspensionaris. Hallo dan. Je bent live min of meer in de uitzending. Ja. Het is niet live. Live in de podcast, dit is mooi. Ja, zeker, hè? Hey, we bellen je eigenlijk om je te bedanken voor je continu support. Support en feedback. Ja. Ja, leuk om te doen. En misschien vind je het leuk om zelf even te vertellen wat jij vertelde over de F5 Netter, dat appt je mij. Met die F5 netter dat hij niet kapot is gegaan van het blusschuim. Ja. Vertel, wat was het verhaal? Want jij wist eigenlijk het verhaal erachter. Weet je het nog? Nog geen 10 minuten voordat de F5 netter zou landen, kreeg de brandweer van de verkeersdolder, zeg maar, van het vliegveld, kreeg een melding van een F16 waar rook uit de cockpit zou komen. Ah. Daar is de brandweer naartoe gegaan. Die hebben de schakel omgezet om van water naar blusschuim over te stappen. De rook in de cockpit bleek allemaal reuze mee te vallen. Ze zijn als een speer teruggegaan om die F5 net op binnen te halen. En vergeten de schakel om te zetten. Lekker bezig. Ja. Ja, dat is wel grappig. Hoe kom je hier? Hoe wist je dit?
Dus hij is gewoon op de AW gestaan. Oh god. Okay. Nou ja, dat is best vooral het licht. Maar, ja, dan ja. Blijkt dat wij heel slecht zijn. In ieder geval zijn wij gewoon heel slecht. Oké, okay, ja. Nou, bedankt in ieder geval. Ja, nogmaals bedankt voor je feedback. Zeker. Altijd. Ja, geen probleem. En blijf doorgaan. En blijf ondersteunen. Zeker, daar zijn we heel blij mee. Dus bedankt voor dit verhaal. Ja, geen punt. Wil je nog meer kwijt? We zijn er toch in de... We zijn er toch bezig. Dus, en anders knip ik het er gewoon uit. Ja, het eten komt wel op tafel, dus dat... Dat is ook belangrijk. Wat ga je eten dan? Mijn schoonvader is bezig met stoofvlees. Zo! Nou, dan hoor je het hier eerst, Nederland. Ja. Dennis gaat stoofvlees eten. Ja. Ik weet niet of je het hier eerst hoort, maar je hoort morgen pas. Ja, oh ja. Dat shit. Dat maakt niet uit. Iedereen morgen feesteren met zijn patatje en stoofvlees? Of gewoon alleen stoofvlees? Stoofvlees met gebakken aardappeltjes, groenten. Holy shit. Oh, wat een maaltijd. Ja man, dat klinkt echt goed. Zitten wij hier rond etenstijd? Ja, zitten wij hier met een sjoef. Ja, maar dat is ook jammer joh. Ja, le sjoef. Zal ik eens even kijken waar het vandaan komt, stoofvlees? Dat is misschien wel leuk. Zou zijn iets Belgisch zijn. Hoezo? Zuid-Nederland. Zoek op zuurvlees, heb je hetzelfde. Oh, zuurvlees, oké. Okay. Ja, je hebt er gelijk nog. Het is een typisch Vlaams gerecht. My god, man. Nou, nogmaals bewijst Dennis dat hij natuurlijk cruciaal is voor de uitzending. Ja, zeker. Ja. Ik weet niet, ik kan niet even... Oh, elders in Nederlands wordt haché genoemd. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt, ja. Dat klopt. Ja, maar dat vind ik niet zo lekker als stoofvlees. Ja, stoofvlees. Ja, heel lekker. Genoeg over stoofvlees. Nou, nogmaals Dennis bedankt. En wie weet spreken we nog wel binnenkort. Zeker. Ik jou sowieso morgen, dus... Dat of vandaag, of wanneer je luistert. Nou, okay. eet smakelijk. Smakelijk, en bedankt. Yo, succes met de podcast. Yo. Hoi. Patatje stoof heb ik echt heel lang niet meer gegeten trouwens. Nee, ik had ik het vandaag gegeten. Ja. Ik vroeg aan mijn vrouw of ze het wilde maken. Nee, ik eet sowieso geen vlees, dat weet jij. Maar het is ook wel heel lekker. Okay, ik ga even zoeken, want ik ben echt wel interessant waar het vandaan komt. Maar goed, we gaan even kijken naar... gaan we straks komen misschien weer patatje haché, zeg maar. Over het noodgeval Schiphol, hebben we iets over gehoord, jongen? Ja, dat was heftig, man. Ik was er wel een beetje van geschrokken. Ik dacht van, wat is hier aan de hand? Maar het was eigenlijk pas op knullig toen ik het las wat nou echt het probleem was. Ja, dat was echt heel... ik weet niet of je... hoe heet hij? Sander van der Paar, hoe heet hij ook weer met zijn filmpjes? Die de wereld erdoor, met zijn die ook over Ja, nee, heb ik niet gezien. Lucky TV? Ja, Lucky TV, ja. Die had dus ook een, maar dat was dus, ik dacht eerst dat het wel uit grappig, maar dat was dus echt waar. Want in zijn filmpje deed hij dus van, ja, dat als iemand ging uitleggen aan zijn co-piloot dat hij moest doen, zeg maar. En dat bleek dus echt het geval te zijn geweest. Iemand, ja. De piloot heeft dus de co-piloot verteld van, dat is wat je moet doen met een noodgeval. En toen deed hij het dus echt in plaats van nep. Ja. En op het moment dat natuurlijk, dat is wel heel goed, vind ik, als het, dat noodgeval zeg maar verstuurd is, dan gaan ze niet meer ervan uit dat wat er ook uit die cockpit komt, dat dat niet meer echt is. Ja, dat is gewoon, ze gaan gewoon direct er naartoe. Ja. Dat is op zich wel heel goed en dat is ook ergens misschien wel een goede oefening geweest. Ja, misschien wel. Maar het is wel verschrikkelijk natuurlijk. Ja, maar ook voor de mensen die daar erg tot last door zijn geweest. Dat is wel heel naar. Ja, zeker. Die daar maar goed, ja, ik vond het gewoon, want ik heb even teruggekeken, maar eigenlijk is er in Nederland niet echt heel veel... zijn er niet heel veel vliegtuigkapingen geweest. Daarom vond ik het zo, dat ik van, oh die shit, vliegtuigkaping, dat komt eigenlijk niet zoveel voor in Nederland. Nee, klopt. Dus, maar gelukkig was er niks aan de hand. Ja. Gelukkig maar. Gelukkig. Ja. Ja. Wat ook echt bizar is, en dat, ik kijk nog wel eens de wereld eruit door, vind ik gewoon interessant, vind ik leuk. En er zat een immunoloog, en die heet Sjaak Neefjes. Ja. En die vertelde het volgende verhaal. En ik ben echt benieuwd wat jij vindt. Maar hij is dus op het spoor gekomen van een kankermedicijn. Dus een medicijn tegen kanker. Wat eigenlijk heel goed werkt met mindere bijeffecten. Maar wat gewoon van de markt is gehaald omdat ze er niet genoeg geld aan verdienen. Ja, maar dat hoor je wel vaker, toch? Dat is fucking bizar. Ja, maar volgens mij is dat al best lang bekend. Ja. Maar toch heftig. Dat Maar hij heeft dus zelf... hij is de schoonzoon van Els Borst, de overleden politica. En hij heeft dus haar erfenis gebruikt om vanuit China, want in China wordt dat medicijn dus wel gebruikt, om vanuit China samples zeg maar, van het medicijn naar Nederland te krijgen. En is nu dus, heeft nu een
hoe noem je het, fabriek in India, die nu dat medicijn aan het produceren is. En dat doet hij dus helemaal vanuit zichzelf. Dat is super vet. Dus hij is echt gewoon, wat mij betreft, gewoon de held van 2019. Ja, man. En misschien en dat gaat hij dan wel verkopen of tot een redelijke prijs verkopen? Ja, hij gaat het. Ik weet niet of hij het gaat verkopen. De bedoeling was in ieder geval dat het gewoon zeg maar, in Nederland op de markt kwam, zodat mensen een minder heftig medicijn, dus blijkbaar, en een beter medicijn geholpen konden worden. Bizar. Ja, maar ja, goed, wat is waar, wat is niet waar, dat weten we niet altijd. En we horen wel eens dingen zoals dit, en ja, weet je ook niet of het waar is of niet. Hè. Maar ja, wel heel knap dat hij daarmee bezig is in ieder geval. Ja, hij doet het gewoon helemaal eigen betalen, eigen geld, en dat is wel heftig. Dat is wel knap, dat is wel vet. Toch? Zeker. Ik vind dat echt een held dan, eigenlijk. Zeker een held. Alright. Hey, maar ja, we hadden natuurlijk Dennis aan de lijn, die had een mooi verhaal over die F35. We hebben nog meer livestreams gekregen. Ja, dat klopt, ja. Een heel leuk mailtje ook weer, met een goed idee, die we over gaan nemen eigenlijk. Er was namelijk iemand, ik weet natuurlijk niet of we mensen een naam willen horen op de podcast, maar... Nou, houd het even anoniem in ieder geval. Houd het even anoniem. Er was iemand die mailde ons en die zei van, ik vroeg me af of jullie, omdat de jaren 10 natuurlijk bijna tot een einde komen, of jullie eigenlijk kunnen kijken... Ja, welke gebeurtenissen de geschiedenis ingaan. Mm-hmm. Toen dacht ik, dat is een super tof idee. Misschien kunnen we het iets breder trekken. Misschien kunnen we dus de komende 5 afleveringen... kunnen we eigenlijk terugblikken over de afgelopen 10 jaar, zeg maar. Holy shit, ik vind dat een goed idee. Met fucking epische gebeurtenissen. Ja, gaan we doen, dat is leuk. Ja, toch? Ja, dat komt wel eens wat natuurlijk, ja, 20.000 komt wel eens natuurlijk voor. Maar het is wel goed om even nog wat langer bij stil te staan. Want... Ja, je staat niet echt bij stil, hè? Want wij in ieder geval niet zo heel veel. Nou, oké, dat is niet helemaal waar. Maar je gaat sneller stilstaan bij dingen die 100 jaar geleden zijn gebeurd dan die dingen die de afgelopen 20 jaar zijn. Precies. Dat is wel een leuk iets. Ik ben benieuwd. Ik vind het een goed idee. Ik vind het een vet idee trouwens. Ja, dus bedankt voor je mailtje. Zeker. Gaan we zeker doen. En we gaan ook benoemen wat wij denken dat de geschiedenis in gaat. Ja, dat klopt. Maar hij stuurde ook eigenlijk... een berichtje over dat die geschiedenis. Ja, de geschiedenis leren, maar dat heeft hij niet gedaan. Wat de vraag was, geloof ik, dat hij erover twijfelde of het een goede keuze was om het toch niet gedaan te hebben. Ja, dan moet je natuurlijk aan 2 geschiedenissen zijn. Ja, dat klopt. Maar weet je, ik ga wel eerlijk antwoord geven. Het is op zich wel een redelijke pittige opleiding. Maar het is wel een mooie opleiding. En ik heb er heel veel plezier van gehad. En ik heb er nu nog steeds heel veel plezier van. Ja, maar gewoon dat ik die keuze heb gemaakt. Toen is hij me niet opgestuurd. Nee, maar dat maakt niet uit, weet je. Nee, hij doet het heel goed. Ja, hij doet het heel goed voor een... Ja, mij al een vraag, Tom. Hij doet het heel goed voor een... je merkt, joh. Nee, maar luister. Weet je, als jij erover twijfelt, dan denk ik dat je er sowieso... is over moeten nadenken of je het niet wel wil gaan doen. Nou, ik denk het belangrijkste, of tenminste het belangrijkste, je moet er plezier in hebben. Ik vond zelf, als je geschiedenis leuk vindt, dan heb je sowieso in de eerste 2 jaar, is superleuk. De 2 jaar daarna zijn wat lastiger. Ja, dan gaat het vooral over pedagogiek. En dan ga je leren hoe je leraar natuurlijk wordt. Ja. Wat wel logisch is, maar het is minder leuk voor als je zeg maar, echt geïnteresseerd bent in geschiedenis. Ja. Dus je moet wel die drive hebben om leerlingen les te willen geven. Dan moet je wel hebben. Je moet niet alleen maar gemotiveerd zijn om alleen maar geschiedenis te doen. Nee, precies. Er komt wel weer meer bij kijken. Precies. En daarnaast moet ook heel eerlijk zijn over de mogelijkheid van het werk in het geschiedenisonderwijs. Want ja, ik denk, die kan je overal vinden, maar dat is niet helemaal waar natuurlijk. Nee, de kansen op de arbeidsmarkt zijn heel klein, omdat er gewoon heel veel geschiedenisdocenten zijn. Ja, dat klopt. Ja, want er is geen universitaire... Nou, er zijn een aantal universitaire studies voor geschiedenis, geloof ik. Ja, maar die spitsen zich vooral op een bepaalde periode af. Hè? Dus heel veel mensen gebruiken deze studie om door te stromen... en blijven dan toch hangen in het vak geschiedenis. Ja. Dus ja, weet je, er zijn er heel veel van. Ja. Dat is jammer. Ja, ik weet niet hoe de vergrijzing dat... gaat oplossen. Dat is niet helemaal ook het bedoel natuurlijk. Nee. Is dat wat ik bedoel? Ja. Dus dat is wel een ding waar je ook rekening mee moet houden. Ja, zeker. Ja. Maar goed, ja, als je geschiedenis leuk vindt en je vindt het leuk om leerlingen dat over te brengen, dan zou ik echt willen adviseren om het gewoon te doen. Zeg maar. Ja, want je moet wel je hart volgen. Dat is ook belangrijk. Ja, precies. En qua zwaarte, het ligt aan hoeveel tijd je erin steekt, hoeveel affiniteit je ermee hebt. Dan kan je
Ik weet dat ik de eerste toets had onvoldoende, maar dat was gewoon omdat ik moest wennen aan de manier van Frank van vragen stellen. Ja, ik had dat ook maar een aantal toetsen. Niet zo heel veel. Nee, maar dat was je een goede algemene kennis toets? Ja, wel hoog cijfer. Ik weet het niet meer, maar ik weet wat wel dat ook weer voor een Nederlandse gesprek? Door naar volgende week. Anyway. Ja, nee, maar goed, ja, weet je, nogmaals, je volg je hart. Als je echt geschiedenis wil geven aan leerlingen, dan is de geschiedenis-lerarenopleiding echt wel goed. Zeg je van, ik wil alleen geschiedenis, dan moet je kijken of je daarin iets kan studeren. Ja. En je moet je wel voorhouden dat er weinig werkgelegenheid is, eigenlijk, voor geschiedenisdocent. Ja, dat is in ieder geval echt wel. Ja. Goed. Dus blijf sturen, hè, de raadspensionage@gmail.com. Superleuk om deze reacties te ontvangen. Super vet om te zien dat er nog zoveel mensen ook blijven luisteren. Dat het elke week meer worden. Dus dat, we hopen erop dat we ooit bij de wereld erdoor zitten. Nou ja, ik hoop het. Maar ja. Nee, ik weet niet. Maar ik vind het wel leuk. Het gewoon leuk. Dit is gewoon leuk en dat is het belangrijkste. Precies. Laten we doorgaan naar de belangrijke data. Ja, de data van de week 11 november tot en met 17 november. Nou ja, er zijn een aantal dingen die we hebben gevonden die wij interessant vonden. Er zijn natuurlijk veel meer aan jongens. Dus. Er zijn er echt heel veel en ja, het is maar een keuze die we maken. Nou, we komen, misschien als we volgend jaar weer hier komen, dan pakken we er weer wat anders uit. Ja, precies. Misschien pakken we een aantal dezelfde dingen, want het zijn natuurlijk wel een aantal dingen die ook heel belangrijk zijn. Nou goed, we beginnen met 11 november 1918. Nou, 1918 is natuurlijk het jaar dat de eerste Great War, oftewel de Eerste Wereldoorlog, ten einde komt. En de Franse bevelvoerder Ferdinand Foch, en vertegenwoordigers van Duitsland, die komen staak tot vuur overeen. En dat is eigenlijk feitelijk het einde van de Eerste Wereldoorlog. Is het niet Ferdinand Foch? Foch, Foch. Ik weet niet, man. Maakt niet uit. De Fransen zijn die Fransen, die zijn toch van de... Van de weet ik het wat. Ja, dat klopt. Nou, het interessante aan het verhaal is natuurlijk, hè, dat er veel meer bij komt kijken na de Eerste Wereldoorlog. Hè, wat er allemaal eigenlijk gebeurt. Maar het leuke om te weten is dat de Duitsers het gevoel hadden, soldaten, dat ze eigenlijk verraden werden vanuit de politiek. Hè, dat ze de oorlog wel zouden kunnen winnen. Maar eigenlijk door de komst van de Amerikanen aan het Westfront werd het ze wel heel lastig gemaakt. Maar ja, goed, de legerleiding had het idee dat ze dit nog wel konden winnen. Zo, dit leidde weer tot wat onrust. Het heeft ook te maken met natuurlijk de propaganda die verspreid werd. Hè? Van ja, we zijn bijna aan het winnen. Je kan natuurlijk niet zeggen als je in een oorlog zit van... ja jongens, we hebben bijna verloren. Klopt. We kennen allemaal die Iraakse minister nog van Defensie. De tanks rolden, de Amerikaanse tanks stonden op de achtergrond, rolden langzaam. En hij zei nog dat er niks aan de hand was. Ja. En dat was natuurlijk ook in de Eerste Wereldoorlog. Dus die soldaten en ook de burgers, de Duitse burgers, zagen het helemaal niet aankomen. Klopt, en ook omdat natuurlijk heel veel de meeste oorlogsslagen zijn buiten Duitsland gevoerd. Dat ja. Daar ook wel eerlijk over zijn. En natuurlijk, komst van het communisme zorgde ook wel weer voor angst vooral. Het idee dat zij er wat mee te maken hadden, want dat speelde ook in Duitsland. Ja. Ja, en dat was zeker een van de oorzaken dat er onrust was. Maar goed, dus 11 november 1918 staken het vuren tussen de Franse bevelvoerder en de vertegenwoordigers van Duitsland. Zeker. Ik weet niet zo goed. Hoe moeten we dit bruggen doen? Nou ja, niet. Op 11 november 2008 namelijk, dus dat is 100 jaar, 90 jaar later, wordt het Amber Alert systeem in Nederland geïntroduceerd. Ja. Wat eigenlijk een heel mooi systeem is, denk ik. Dat klopt, ja. Het is natuurlijk wel overkomen waar hij vanuit Amerika, dacht ik. Het is natuurlijk een systeem waarbij landelijk dus eigenlijk een melding wordt gedaan van een kind. Het kind vooral. Hè? Nee, voor mij maakt het niet zoveel uit. Nee, een jongere tiener, maar maakt volgens mij ook niet uit. Nee. Die dus overal geloof ik gemeld wordt. Ook op borden in de stad geloof ik. Dat en appjes en alles. Dus, ja, dat is wel een heel mooi... Het is een mooi systeem. Ik denk dat er heel veel mensen ook gevonden worden hierdoor. Dankzij dit. Dat denk ik ook. Dus ik denk dat we daar blij mee moeten zijn, ook met de betrokkenheid vanuit heel Nederland in dit soort zaken. Zeker. Ja. Goed. We hadden het over communisme. Ja, ik wil eigenlijk zeggen, als we het toch over verdwijnen hebben. Oh, nice. 12 november 1927, Leon Trotsky wordt uit de communistische partij van de Sovjet-Unie gezet. En gevolg is dat Stalin eigenlijk een alleenheerser kan worden. Nou, klein feitje. Trotsky en Stalin waren eigenlijk een soort van... Tegenpolen, toch?
compagnons van Lenin. Compagnons waren ze toch? Van... Ja. Ja. Maar Lenin, ja, die wilde eigenlijk Stalin niet aan de macht hebben. Maar Trotsky wel. Ja, Lenin vond volgens mij Stalin te hard. Te hard, ja. Ja, en hij heeft het ook tegen zijn vrouw gezegd. En de vrouw heeft het ook weer tegen Stalin gezegd. Of hij kwam erachter, ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar het gevolg is wel dat Stalin, koste wat het kostte, eigenlijk aan de macht wilde komen daardoor. Hè, door Lenin op te volgen. En dat is hem gelukt. Ja. En Trotsky is uit de partij gegooid. En wat er met hem gebeurt natuurlijk. Uiteindelijk komt hij in Mexico terecht. En daar vinden ze nog de Russen. En Trotsky wordt uiteindelijk uit de weg geruimd. Heftige shit. Ja. Ja. Dus. Wat er ook gebeurt op 12 november, maar dat is in 1923, dus dat is 5 jaar eerder, is dat Adolf Hitler gearresteerd wordt wegens zijn mislukte poging op 8 november om de macht te krijgen. Ja. Hitler probeerde door middel van een beerputsch, noemen ze het, de beerkellerputsch. Wilde hij aan de macht komen. Ja. En eigenlijk dacht hij dat de politie en het leger zijn kant zouden kiezen. Maar dat gebeurde niet. Tot ontsteltenis ook van Hitler zelf. Ja. Opende het leger en de politie eigenlijk het vuur op de... Ja, op de... SA, ja, op zijn troepen eigenlijk. Ja, nou, goed. Die staatsgreep was natuurlijk... Had je nog gezegd? 8 november, 19 november? Ja, 8 november. Sorry. Ja, inderdaad. En samen met wie deed hij dat? Weet je dat ook? God, hoe heet die gast ook weer? Het is een maatje van de Zeppelin. Als je het zegt, dan weet ik het. Ludendorff, ja. Nou ja, goed. En, het gevolg daarvan is dat hij thuisgezet wordt. Ja, hij wordt vastgezet in de Lonsberg gevangenis. En hij schrijft daar zijn boek Mein Kampf. Klopt. Ik heb het nog steeds niet gelezen. Ik heb het wel een paar keer op gehad, inderdaad. Ja, ik weet niet waarom. Ik heb gewoon geen tijd om. En misschien ook geen zin. Nou ja, ik ben ook bang wat ik erin tegenkom. Ja. Ik vind dat heel naar. Ja. Dus ik weet niet of mijn teder is heel wat aangehaald. Ik wil eigenlijk het gewoon uit de research overweging wil ik het dan al een keer bekijken. Nou, deze is voor jou, man. Want dit is jouw startje natuurlijk. 13 november 1618. Wat gebeurt er, Paulus? Ja, de landelijke kerkvergadering die eigenlijk bekend werd onder de naam Synode van Dordrecht. Die we overigens dit jaar hebben die gevierd. De 400 jaar uit mijn hoofd. 400-jarig mijlpaal van de Synode van Dordt. Het ging over meerdere jaren overigens. Het duurde tot 29 mei 1619. Dus, en de bedoeling van de Synode van Dordrecht is eigenlijk een synode is een kerkbijeenkomst. Hè, dat geestelijke leiders bij elkaar komen. Er was namelijk een conflict gaande tussen remonstranten en contra-remonstranten. En jij weet vast nog wel wie er... een belangrijke raadspensionaris was die zijn hoofd verloor in deze christelijke strijd. Ja, dat was een die van Rotterdamse. Ja. Weet je nog hoe die heet? Van Oldenbarneveld. Ja, van Oldenbarneveld. Die delft het onderspit tegen Willem de Tweede, volgens mij. Ja. En die verloor zijn hoofd. En de contra gaat om of de... Ja, de interpretatie van de Bijbel, daar gaat het om. Of dat de Bijbel vertaald moest worden. Er waren een heleboel punten waarbij dus vernieuwingen geëist werden. Hè, naar aanleiding ook van Luther bijvoorbeeld. Ja, en ook natuurlijk Calvin. En eigenlijk waren er dus ook contra-remonstranten. Die zeiden, oké, maar dit gaat te ver. En dat willen we eigenlijk niet. En als ik het goed heb, staat Van Oldenbarneveld aan de kant van de remonstranten. En Willem de Tweede staat aan de contra-remonstranten kant. En uiteindelijk wordt er wel een soort compromis gesloten. De Bijbel wordt vertaald, dat wordt er besloten. Ja. Dus dat is wel interessant. Dat is 400 jaar geleden. Ja, dan gaat natuurlijk ook weer verhaal rond die moord van Johan van Oldenbarneveld. Natuurlijk dat het niet helemaal kosher was. Want zo zie je dat de prins van Oranje altijd wel een beetje ruzie heeft met de raadspensionaris. Ja, precies. Dus ik hoop niet dat koning Willem Alexander luistert. We houden van je. Peace, brother. Dus ja, gelukkig kan die ons niemand over. Nee. Alright. Nou, dan... Als we dan toch hebben over prinsen van Oranje. 14 november.
Ja. 1567. Ja, bam. Bam. Bruggetje. Ja. Nou, Maurits van Oranje die wordt geboren op slot Dillenburg. En ja, als zoon van natuurlijk Willempie van Oranje en diens vrouw, Anne van Saxen. En hij groeide op en hij werd ook opgevoed door zijn grootmoeder. En dat is natuurlijk Juliana van Stolberg. Nou, die naam Juliana zullen we nog een aantal keer terugzien. En hij heeft ook gestudeerd in Heidelberg. Nou, niet dat dat heel boeiend is. Maar hij heeft in 1582 dan wel zich ingeschreven in de Universiteit van Leiden. Ja. Dus in die zin is het wel echt Hollander. Hollander, ja. Ja. Ja, Leiden ligt in Holland. Lag in Holland. Ja, hij heeft dus heel erg veel in geen scheepsjournaal, maar wel een dagboek geschreven. Ja, ja, wie er nog meer is een dagboek geschreven. Ja. Hij is goed, jongen. Ja, de grootste boef van de geschiedenis. Ja, dat is niet helemaal waar. Een van de grootste er zijn heel veel grote boeven. Ik vraag me af, ik heb de cijfers niet vergeleken, maar ik kan me voorstellen dat hij misschien nog wel meer mensen over de kling heeft gedaan dan bijvoorbeeld Hitler of Stalin. Nee. Hoeveel mensen leven er nog in? Duurt, ik ga dit uitzoeken. Oké. Okay. Nou, 15 november 1492. Christoffel Columbus maakte in zijn scheep journaal een notitie van een curieus gebruik op de Indianen, namelijk het gebruik van tabak. Ja. Ja, waar we nu nog steeds mee zitten. Ja, nou ja, we kunnen er enge plaatjes op zetten. Ja. We kunnen het blijkbaar niet verbieden, ondanks dat we het niet willen. Nee. Dus. Ja, Cessa. Dat is het. Ja. Zo is het. That's how it is. That's how life is. We zijn daar dus aangekomen door Amerika is het te komen. Het gebruik van tabak. En dat was heel populair. En daar zijn ze ook wel redelijk rijk van geworden met de handel in tabak. Ja. Dus dat is geloof ik ook nog door de VOC uiteindelijk in Indonesië verbouwd. Ja. Dus je ziet maar dat het... Zoiets kan, zeg maar, een simpele notitie in een scheepsjournaal kan leiden tot een product wat wereldwijd gewoon mensen... Ja, ik weet niet of hij dat alweer doorgevoerd heeft, maar hij zal het niet gedaan hebben. Maar hij heeft het in ieder geval ook geschreven. En dat, ja, dus het is wel zo te weten dat het is. Ja. Ja, nou goed, als we het toch over Amerika hebben. Ja. 16 november 1776, dus dat is al een flinke tijd geleden. Ja, de Republiek de Zeven Verenigde Nederlanden, die biedt de Amerikanen als eerste land ter wereld hulp aan in hun onafhankelijkheidsoorlog. Ja, ja, ja. Ja. Nou, als Republiek is dat natuurlijk niet zo gek dat we dat doen. Nee, wij willen dat ook niet, maar ook omdat we natuurlijk die Britten willen dwarsbomen. Ja. Als we kijken naar de datum 1776 is wel een periode dat de Verenigde Nederlanden al flink in macht heeft ingeboet. Ja, absoluut. Dus zij zien dat als eigenlijk een soort mooi hulpje. Klopt, en eigenlijk zijn we eerlijk gezegd, dat kunnen we misschien wel stellen, dat we daarna geen wereldmacht meer zijn. Nee. Dat is na dan het rampjaar 1792 hebben we kort. 1672. 16 deluxe, sorry. En je ziet dat nu hier eigenlijk ook al, hè, nog een stukje later, dat we ons blijven proberen om ons een beetje actueel te blijven in het wereldpolitiek. Nou, dat zijn we al lang niet meer. En dat is al voorbij. En de Engelsen die grijpen deze kans ook aan om ze ontdekken op een gegeven moment een schip naar Amerika zelf met wapens. En ze grijpen dat aan om zo'n beetje al onze kolonies in te pikken. Ja. Die we uiteindelijk krijgen we wel een aantal terug. Ja. Onder andere Suriname. Die krijgen wij van de Engelsen in ruil voor New York natuurlijk. Ja. Daaruit blijkt me weer pijnlijk duidelijk eigenlijk dat we weer niks meer betekenen op het wereldtoneel. Klopt. Ja. Dus. Goed. Ja. Ja. Ah, dat is wel grappig, want dat is heel vlak daarna, 1799, is natuurlijk dat de VOC ook failliet gaat. Dus je ziet wel dat inderdaad ons koloniale machtstelsel eigenlijk een beetje ten einde is. Ja. Al behouden we natuurlijk wel redelijk wat land. Ja. Nu zeg ik, maar dat is natuurlijk niet... Nou ja, we krijgen ook terug met gratie van de Engelsen. Dat is een beetje ons geluk. Ja. Ik weet niet waarom ze dat gedaan hebben. Klopt. Maar dat zal ook wel zijn omdat ze de Republiek als dwarsbomen voor de Fransen willen, denk ik. Ja, klopt. Dan een totaal nutteloos feitje, maar ik vond het gewoon grappig. Het is op 17 november 1995. Wordt in Delft het wereldrecord Tetris spelen gevestigd bij de faculteit elektrotechniek. Ja. Okay. Leuk. Leuk. Next. Tetris is wel grappig hoor. Tetris, ja. Ik vind Tetris ook grappig. Ja. Overigens, ik heb opgezocht voor stoofvlees. Oh, daar komt het hoor. Ja. Even kijken hoor. Het stamt uit de volkskeuken.
van de Vlaanderen, Zuid-Nederland. En de basis ervan wordt al gelegd in de oudheid toen men de taaiere stukken vlees gedurende enkele uren liet sudderen in een kruidig bouillon. Voor een microprogramma zo, maar goed. Natuurlijk met de bedoeling dat het taaien wat minder taai werd. Maar pas na 1800 zijn er beschrijvingen van koks en dergelijke over het recept zoals we het nu zo'n beetje kennen. Aangebakken rundvlees van de schouder, gebruinde uien, tijm, laurier, nootmuskaat, peperzout en bier. Nou, bier wordt er niet altijd mee ingehoord. Maar dat dus. Oké, okay, dus, nou leuk weetje. Ja, is al heel oud dus. Dat doen we maar vegetarisch variant. Tuurlijk. It's 2019, you can be gay anyway. Ja, oh, come on man. Alright, we gaan door naar het hoofditem deze week. En het is natuurlijk op verzoek van een van onze luisteraars. Ja. Vorige week hadden we natuurlijk een stukje Berlijn gedaan. Hè? Ja. Omdat dat was maar de week dat in Berlijn werd herdacht dat de muur is gevallen. Nou, nu gaan we een stukje Renaissance bespreken. Nou, de Renaissance is een hele interessante periode in de geschiedenis. Voor Europa dan vooral, hè? Laten we dat wel even eerlijk stellen. Ik ga even Paulus vragen wat de Renaissance eigenlijk betekent. Renaissance, dat is teruggrijpen op de oudheid. Ja, of wat betekent het woord? Ik heb mijn eigen vraag. Godmachtig, dat weet ik niet meer, jongen. Renaissance. Nee, het is eigenlijk een wedergeboorte. Hè? Oh ja, wedergeboorte. Natuurlijk, ja. Dit is echt niet mijn tijd. Ik denk dat jij wel mee kan praten. Als ik eenmaal wat dingen benoem, dan ga je zeker wel mee kan praten. Vast wel. De Renaissance is even. Gaan we eerst even gewoon algemeen vertellen wat er nou is. Dat is een cultuurperiode in Europa. Dat ongeveer, laten we zeggen, van 1450 tot 1600 eigenlijk plaatsvond. En onderscheiden dus de middeleeuwen met de periode erna. En dat is interessant, want de mensen die in die tijden leefden, die zagen natuurlijk geen verschil van periodes. Hè, laten we heel eerlijk zijn. Maar het leuke, wat ze dus eigenlijk in de Renaissance deden, is dat ze weer gingen terugblikken in Italië dan vooral. Hè, want Italië begon deze beweging vooral, en daar is het ook heel groot geworden. Hè. Florence bijvoorbeeld. Je moet je voorstellen, jij bent Romein, en dan bedoel ik niet een Romein als in Romein, maar je woont in Rome in 1490. Dan zie jij allemaal gebouwen om je heen die fantastisch mooi zijn. En dan denk je bij jezelf, hoe hebben ze in hemelsnaam dit soort dingen kunnen maken? Wat prachtig. En dan waren die Italianen, waren toen nog geen Italianen, maar we noemen het toch even Italianen, heel erg trots op. Ja, laten we het de streek gewoon benoemen. Ja, of Latijns. Die waren er heel trots op. En uiteindelijk werden ze in Florence heel erg rijk. Ook door de handel met het Midden-Oosten. De zeevaart werden ze heel erg rijk. En kregen ze ook meer geld om schilderijen, beelden te maken. En je zag dat heel veel kooplieden heel rijk werden. Onder andere de Medici, die ken je vast wel. Ja. Die horen wel vaker door de geschiedenis heen. En heel erg veel kunstenaars die gaan terugblikken naar een periode die voor hun heel belangrijk is, namelijk de klassieke oudheid. Ja, dat wordt natuurlijk ook gezien als, dat werd op een gegeven moment natuurlijk omkeken als zijn, dit is echt, wow, hoe kunnen we dit hebben we verloren eigenlijk in de middeleeuwen en dit willen we weer terug. Ja, precies, want ze zien eigenlijk dus die middeleeuwen, dus van 500 tot ongeveer 1450 in dit geval dan, als een tijd dat eigenlijk verschrikkelijk iets aan de hand was. En er gebeurde niks. Het leven stond stil. Er is geen ontwikkeling geweest. Het waren donkere eeuwen. Want er was geen kennis meer. Want kennis was heel belangrijk. Kijk maar wat die Grieken, wat die Romeinen deden. Prachtig. Dat willen wij ook. Nou, dat gingen ze ook dus doen. En je ziet dat, dat ze daarom eigenlijk niet helemaal eerlijk de middeleeuwen zien als een middeleeuw tussen beide periodes. Ja, in het Engels wordt natuurlijk Dark Ages genoemd. Ja, hè? Dus, de donkere eeuwen. Daar wordt echt nog eens benadrukt dat ze vinden dat er niks gebeurd is daar. Ja, dat is niet helemaal waar, hè, want er zijn ook uitvindingen gedaan. Het drieslagstelsel moeten we dan heel braaf op school vertellen. Ja. En dat ontdekken. Nou, niet alleen dat. Drukpers, uitvindingen werden gedaan. Dus dat zijn allemaal wel dingen die in de middeleeuwen gebeuren. Maar de Renaissance houdt daar verder niet mee op. We zien nog steeds wel natuurlijk de middeleeuwen als barbaars. En ze laten zich inspireren door de klassieke cultuur, die ze heel erg bewonderen. Ja, maar is ook een andere, misschien dan ga je dit zo vertellen. Maar dat is natuurlijk ook een andere mindset, hè, die ze kregen. Ja, precies.
Nou, mooi link inderdaad. Het gaat ook om die mindset. We kennen allemaal Leonardo da Vinci, we kennen allemaal Raphaël, Michelangelo, allemaal van die kunstenaars. De Turtles. Ja, de Turtles inderdaad. die allemaal uit die tijd stammen. En dat zijn allemaal van die typische renaissance kunstenaars die het allemaal een beetje net zoals die klassieke oudheid doet, maar dan nog wel een soort van nog verder gaan eigenlijk. Het wordt helemaal een nieuwe standaard. Maar dat is niet het enige natuurlijk, want je krijgt ook een soort van intellectuele stroming, niet alleen een culturele stroming, en dat noemen we dan het humanisme. En daar weet je vast wel een beetje van, als ik het zo zeg. Ja, want we tegenwoordig hebben we ook humanisme, maar die tijd was natuurlijk wel een klein beetje anders. Niet alleen de kunst liet zich inspireren door klassieke oudheid, maar de humanisten dus ook. Het gedachtegoed van de klassieke oudheid afzetten van het middeleeuws denken. Ze gingen anders nadenken, ze gingen uit van redelijkheid. En gingen zich ook weer hechten aan opvoeding en onderwijs. En waarom is dat belangrijk? Omdat ze, ja, stel je voor de kerk bijvoorbeeld, die liet het niet toe dat je bijvoorbeeld een mens opensneed om onderzoek te doen, zal ik maar even zeggen. Nou, dat was bij de Grieken wel anders, die deden dat wel. Onderwijs is gewoon belangrijk, moeten we gaan ontdekken. En dat soort dingen willen ze weer gaan doen, dus dat is heel erg belangrijk. Het was ook, ze gingen ook echt uit van dat de mens goed was van nature en niet slecht zoals eerder. Hè? Klopt. Dus dat zijn vooral die denkers, dat zijn niet zoals je het misschien denkt van die filosofen. Dat zijn eigenlijk gewoon zeer gelovige mensen die dus inderdaad daar weer aan gaan denken. Denk maar aan bijvoorbeeld Erasmus. Bam! Ja, nou, dat is natuurlijk een van, dat is misschien wel de bekendste humanist. Dus ja, weet je. Dat is ook weer een koppeltje natuurlijk naar ons Nederlanders, dat wij daar zo heel goed in zijn. Nou. Maar Erasmus was natuurlijk heel erg satirisch, dat is echt heel geniaal. Hoe die man schreef, was echt briljant. Luther die heeft hem ook nog gequote. Alleen ja, Erasmus heeft zich daar wel van gedistanceerd, omdat hij daar eigenlijk niet zoveel mee te maken wilde hebben met die opstand. Dus het is ook niet zo heel raar dat hele Martin Luther, dus de zeg maar, Jezus kon hebben worden. Jezus. Reformatie. Jezus, ik kwam even niet hebben woord. Nee, ja, het gaat over Jezus. Ja, toch? Ja. Reformatie is niet zo gek dat die hierna gebeurt. Want men gaat weer opnieuw nadenken over hoe ze de kerk ook willen vormgeven. Dat een aantal dingen die ze met een nieuwe stroming belangrijk vinden, niet helemaal klopt met hoe het gaat. Ja, de kerk was natuurlijk echt vooral van iedereen gaat naar de hel. Ja. En dat vonden ze waren het daar niet mee eens. Nee, dat klopt. Ze kwamen er ook op neer dat de mensen hadden gewoon recht op leven, maar ook vrijheid en het nastreven van geluk. Nou ja, goed, dat was natuurlijk niet voor ieder mens weggelegd. Er wordt niet het gaat dus ook uit van niet een paradijs die beloofd wordt, maar nu, het leven nu is ook belangrijk. Hè? Ja. Zeg maar memento mori, dat gedachtegoed van. Nice. Die wisten nog. Ja, precies. Dus van gedenk de doden, van nu een shit leven, maar na je shit leven wordt het beter. Ja. Zeggen ze eigenlijk van, pluk de dag. Ja. Carpe diem. Want je altijd als tatoeage bij elke vrouw. Boven de 60 zie ik, inderdaad. Ja, nou ja, dat is dus, wilde zeggen van, pluk de dag. Haal het beste uit vandaag. Haal het beste uit je leven. Weet je? Dat is een heel ander, bijna optimistisch manier van leven en gedachtegoed. Dat leeft nu ook. Maar hij heeft natuurlijk ook wel een beetje een link aan die rijke handelaren. Die dat wel lekker konden uitbuiten. Die kunst van de kunstenaren in Florence kon natuurlijk ook maar alleen maar mogelijk gemaakt worden omdat er nou eenmaal geld was. Hè? Er waren mensen die wilden schilderijen van zichzelf, beelden, etc. Waardoor dat ook dus heel erg kon gaan ontwikkelen. Alright. Nou, maar kortom dus, het is dus het teruggrijpen van de Griekse oudheid als cultuur, maar ook als vormingstaal in de kunst. Ja, daar weet je veel van, de kunst natuurlijk. Zeg je altijd, maar dat kan ik altijd beter. Nou ja, je ziet, wat voor gebouwen zien we nou? De Dam volgens mij is ook met neoclassicisme gebouwd. Natuurlijk tijdens. Je ziet dat gewoon heel veel, als je zo'n driehoekje natuurlijk, de timpanen, dat weet ik nog niet, weet ik onthouden. Ja. Dus dat driehoekje van een gebouw bijvoorbeeld, zo bouwden de Romeinen natuurlijk ook altijd. Ja, klopt. Dus dat gaan ze wel natuurlijk opnieuw uitvinden. Als je ook kijkt, in bijvoorbeeld Rome zijn er ook heel veel nieuwe renaissance gebouwen, maar Florence nog meer. Hè? Ja. Die kunststijl is net wel iets anders. Dus ja, maar goed, dus opkomst, christendom is daar ook heel belangrijk, want ja, onze oorsprong vinden we toch qua normen en waarden bij. Qua westerse beschaving dan bij de joods-christelijke tradities.
Ja, de invloed van de Grieken die is er natuurlijk ook wel merkbaar geweest, de Romeinen ook. Dus ja, zeg maar na de Renaissance zie je dat eigenlijk die nieuwe invloeden van het humanisme echt heel erg merkbaar gaan zijn. Ja. Ja. Bizar, dus, humanisme is dus ook afgeleid van menselijk, humanus. Ja. Dus eigenlijk menselijkheid. Dus, en de mens is belangrijk. Ja, dat is natuurlijk wel fijn dat ze die omslag hebben gemaakt eigenlijk. Indenken. Ja, precies. En ja, het wordt ook, volgens mij, moet je me corrigeren als ik fout heb, maar ook de wetenschap vanuit de Griekse wetenschap bloeide weer op. En dat mensen gingen proberen om de wereld te verklaren. Dat was dan weer, dat was natuurlijk ook eigenlijk iets wat de kerk natuurlijk zei, dat ze dat niet wilden. En de katholieke kerk, ja. Dat vonden ze natuurlijk, dat God heeft de wereld geschapen. In eerste instantie juist niet, hè. In eerste instantie steunde de kerk juist wel wetenschap. Oké. Ja, want het was gewoon, geleerden deden dat namelijk. Maar uiteindelijk kwam het tot botsing. En pas echt een aantal jaar later bij de verlichting, hè, denk aan 1800 verlichting, dan zie je dat humanisme dan weer net anders. Ja. En daar baseren wij humanisme dan nu op. Hè? Dat het niet meer teruggrijpt op de oudheid, maar vooral de 18e eeuwse verlichting. Ja. Dus denk aan de reden. En, ja, klokmakerstheorie. Ja, de deïsme is dat inderdaad. Ja. Dat God is dan geen... is wel almachtig, maar hij heeft zeg maar het horloge aangedraaid en daarna losgelaten. Dat kwam in die tijd dan al op tijdens de verlichting. Ja, dus inderdaad, maak de aarde en trek dan zijn handen er vanaf. Ja, klopt. En het was aan de mensen om te achterhalen wat voor geweldige natuurwetten hij wel niet had gezegd, toch? Dat zoiets was het, dus dacht ik. Ja, precies. Nou ja, goed, we hebben wel vooral gehad nu over de filosofie erachter. Ja. Ja, er is natuurlijk heel erg veel kunst ook te vinden erover. Dus echt een moeite waard om ook op te zoeken. Heel veel kunst, hè? Mona Lisa bijvoorbeeld. Laatste avondmaal, die kennen we allemaal. Ja. Was Mona Lisa, was dat niet een man? Ja, dat is... Was een theorie of zo? Ik heb geen flauw idee. Het is een theorie dat ze heel erg lijkt op Leonardo da Vinci zelf. Dus misschien heeft hij zichzelf gewoon als vrouw geschilderd. Zo van, hoe zou ik eruit zien als ik een vrouw was? Nice. Ja, ik bedoel, soms hoeft het niet zo moeilijk te zijn. Toch? Nee. Oh, ik ga gewoon een vrouw schilderen. Wie neem ik als voorbeeld? Nou, mezelf. Interessant. Ja, dat is ook weer een verhaal dat Leonardo da Vinci dan weer gay zou zijn. Nou ja, whatever, weet je. Whatever makes you tick. Ja, maar goed, dat zou ook wel een mooie verklaring van, dan daarom tekent hij zichzelf als vrouw misschien. Oh ja. Ja, maar dat is wel raar. Ja. Maar wie is nog meer bekend? Denk aan Copernicus. Hè? Wat later dus Galileo Galilei gebruikt om te zeggen, hè, de wereld die is natuurlijk, die draait om de zon en niet andersom. Gevaarlijk. Ja, dat was zeker gevaarlijk. En dus er kwamen echt heel veel nieuwe ideeën. Maar nice. Machiavelli, die komt natuurlijk over de staat, nieuwe ideeën hoe je de staat moet inrichten. Ja, te veel om eigenlijk over te vertellen. Dus, en de reformatie komt er natuurlijk ook uit voort. Maar goed, Florence is dus een van de stad eigenlijk, moet ik zeggen, waar het vandaan komt. Hè? Wow. Ja, dat is een stad met heel veel handel, nijverheid, heel erg welvarend. En heel veel van die Toscaanse families die dragen dus bij aan het succes. Denk aan bijvoorbeeld de Medici, die ik al genoemd heb. Die ondersteunen dus ook die artiesten. En die lieten zich dus weer door die klassieke oudheid inspireren. Tof. Ja. Toch? Ja. Ja, nou, voor jou. Done and done. Done and done. Ja, dat is nog veel meer te vertellen. Ja, maar het is meer gewoon het idee inderdaad. Ja. Algemene beeld. Ik hoop dat we ook ons luisteraar een beetje mee... ik hoop dat je het interessant vond. Tegemoet zijn gekomen. Ja. Als je nog meer vragen hebt, laat weten. Raadspersonage@gmail.com. Ja. Ik kan die vaak genoeg noemen. Klopt. Ja. Nu gaan we eens even over naar een stukje competitie. Oh, oké. Ja, ik heb ik denk dat deze wel voor jou te doen. Dat zeg je altijd. Er komt weer zo'n vraag. Ja, vorige week had jij hem, toch? Ja, vorige week had ik gewoon. Dan mag jij van mij... Meestal is het loser start, hoor. Oké, wil je dat ik begin dan? Maakt me niet uit, zeg maar. Alright, komt-ie. Ja. Als de naam Hugo de Groot valt, dan wordt ook vaak aan de boekenkist gedacht, waarmee hij uit slot Loevestein wist ontsnappen. Dit zegt zo'n geschiedenisverhaal dat je denkt van, oh, ik weet het. Oh, fuck it, anders zat al, ik dacht dan, oké. Klopt. Maar waarom wordt hij eigenlijk opgesloten? Even wachten. Dat is natuurlijk wegens...
Wat, waarom steek je met de vinger op? fuck. En waarom wordt hij opgesloten? Omdat hij het er niet mee eens is. Ja, met wat? Dat is echt een vraag die de leerlingen ook nog hebben. Hij is het niet mee eens. Ja, met wat dan? Oké, okay, Slot Loevestein, hoe heette die ook weer? Hugo de Groot. Hugo de Groot, ja. Nee, dat was vanwege geloofs... Wat is dat voor kut antwoord? Nee, hij... Volgens mij was hij een... was hij... Godverdomme, is het. Ja. Hij was tegen. Hij was voor. Dat was iets met geloof, geloof ik. En hij was... was hij niet gewoon een remonstrant? En is hij opgesloten omdat vanwege de contra-remonstranten? En is hij ontsnapt in een boekkist? Even serieus... Ik geef je een half puntje, want je hebt echt je best gedaan om het te benaderen, maar even serieus. Oh shit, wat dan? Nou, hij had dus de remonstranten verdedigd in opdracht van Johan van Oldenbarnevelt. Dat zei ik toch, maar dan met andere woorden. Nou, en hij had ook verschillende steden opgeroepen in opstand te komen tegen Stadshouder Maurits. Nou, uiteindelijk is hij daarom dus vastgezet. Dus ja. Okay. Nou, ja, half puntje, man. Ja, half puntje. Dat is wel een lastige vraag. Ja, als je er nog niet mee eens bent, daarnaast pensionaris. Ja. Oké, okay, nou, dan ben ik nu, hè. Ja. Wie is Tim Berners-Lee? Wat? Wie is Tim Berners-Lee? Ja, weet ik wat veel. Heeft hij betekend voor de mensheid? Ja, weet ik veel. Wat is dit voor vraag? Dit is echt gemeen. ik haal die half puntje. Oké, okay, hij publiceert als eerste een formeel voorstel voor het World Wide Web. Oh, dat is wel interessant, maar lekker kutgehaakt, joh. Nee, ja, sorry. De volgende zijn makkelijker. Maar midden jaren 80 kwam hij als consultant software engineer in dienst van het Europese laboratorium. En hij introduceerde de hypertext, hè, waar we tegenwoordig natuurlijk HTML, zeg maar. Ja. En hij lanceerde op 6 augustus 1991 lanceerde hij de allereerste website. En dat ging dan ook over het Europese laboratorium voor deeltjesfysica. En hij streefde eigenlijk naar een semantisch web. En dat wil eigenlijk zeggen dat dus gewoon een wereldwijd web die, waarbij alle informatie voor alle computers beschikbaar zou zijn. Dus. Heel leuk. Ja, jij bent weer. Ja, snap ik. 0 punten. Ja, klassig. Ja, half uur. Alright, nou deze weet jij wel, dat is een leuke. Wat was de eerste naamloze vennootschap van de wereld? De naamloze, is een naamloze, dat was de VOC. Ja, heel goed, de VOC. Ja. Nou, naamloze vennootschap natuurlijk een onderneming in dit geval. Beursgenoteerd. Ja, waar dus kapitaal kan geïnvesteerd in worden en dat wordt verdeeld in aandelen. En die aandelen kan je overdragen, dus die kon je dan weer vrij verkopen. Dus dat was de eerste naamloze vennootschap van de wereld. Nice. Kijk, dat zijn vragen, Paulus. Okay, deze weet je ook. Oké. Okay. Wie wordt er bedoeld met de Iron Lady? Dat is Margaret Thatcher. Ah, bam. Nice. Ja. Nou, Margaret Thatcher, hè, ook wel de Iron Lady natuurlijk. Hey, ze treedt af op 8 november 1990. We hebben het wel eens eerder over gehad met de Falklandoorlog. Daar was zij ook mede door die Falklandoorlog en haar harde beleid. Werd ze dus ook de Iron Lady genoemd. Ja, dat was echt pikkelhard. En uiteindelijk moet ze aftreden vanwege dat ze een soort belasting heeft ingevoerd die inkomens onafhankelijk was. En daar waren ze dus niet mee eens. En in plaats van dat ze ontslagen zou worden, heeft ze er... Heeft het zelf gedaan, zeg maar. Heeft wel eervol ontslag genomen. Ja. Same okay. Face. Alright, nice. Goed, deze is leuk. Dit is ook eens een vraag, jongen. Nu ga je helemaal aan. Ja, misschien weet je hem wel, ik weet het niet. Hoe heet de hond die de Russen in 1957 als eerste levend wezen een baan op de aarde worden gebracht? Ooit hier ook weer Laika of zo? Ja, heel goed. Oh, dip! Ja, dat is Laika. Dab. Ja, Laika. Dab on the haters. Ja. Ik had toevallig laatst. Voor mij wilde ik hem ook als quizvraag voor jou doen. Ja. Toen dacht ik: nee, dat is te moeilijk, dacht ik. Ja, nou, de hond Laika wordt met de Sovjet-Russische Sputnik 2 als eerst levende wezen een baan rond de aarde gebracht. Ja. Dus eigenlijk is dat wel bijzonder. Mogen best weten, toch? En ze pretenderen dat ze het beest levend terug wilden halen, maar dat is niet gelukt. Nee, dat is fascinerend. Died. Ja, maar het zou wel niet de bedoeling zijn geweest om die hond terug te halen. Nee. Het is wel zielig. Het is gewoon, of zuurstofgebrek of radiostraling. Ik weet niet. Ik denk aan straling eerder. Ja. Stralingen, misschien, nee, kan ook niet. Maar... Nee, misschien had ze helemaal geen bescherming, was al dood. Ja.
Ja, wie weet. Nee, want we hebben natuurlijk teruggekeken. Ja, dat klopt. Dat Bezos al leeft in... Okay. Alright, last question. Last question, oké. Ken je het liedje Jan Huigen en de Ton? Jan Huigen en de Ton, Jan Huigen. Ja, heel populair kinderliedje, nu nog steeds. Maar wie de fuck is Jan Huigen dan? Was dat niet die dude die die tonnen in het water heeft gegooid bij Antwerpen en zijn eigen zichzelf heeft opgeblazen? Om zijn schip niet in handen te laten vallen van de Belgen en dat hij zo is... Nee, dat is Spike. Oh ja! Zo, hoe kom ik daar... Ja, wel Spike. Ja, hoe kom ik daar naar mij? Nee, dat is ook een liedje van, toch? Anyway, nou vertel. Jan Huigen. Jan Huigen van Linschoten stond aan de wieg van het Nederlandse zeevaart naar Azië. Op jonge leeftijd verliet hij als een leider. Heb ik daar wel eens een keertje serieus iets over verteld in de podcast al? Heel goed mogelijk, man. Ja, maar hij gaat dus naar het Iberisch Schiereiland, hè, want Portugal en Spanje in, op dat moment waren natuurlijk de. Reis. Ja, en hij was dus inderdaad degene die die plannen dus had verkregen om de route naar Indië te... En dan was hij toch ook, moest hij er ook een soort van stelen of zo? Ik weet niet, dat staat hier niet bij. zijn werk leidde wel tot medeoprichting van de VOC, waar we het over hebben gehad. Hij heeft twee reizen gemaakt met Willem Barents, die we natuurlijk kennen van Nova Zembla. Klopt. En hij schreef in zijn verslagen van zijn reis van Portugal naar India, schreef hij over een ton die op zee als baken werd geplaatst. Dat is eigenlijk een soort voorloper van de boei. Ja. En dat is waarschijnlijk de ton, zeg maar, waar het kinderliedje ook over gezongen heeft. Ja, oké. Alright. Dus. Ja, ik ken hem wel, maar ja. Goed. Kijk, dat maakt... Ja, 2,5 tegen 1 gewoon. You failed. Ja, fuck jou. Die kutvraag van je. Ja, geef het er. Als je het even streelt om je een beetje voldoening te krijgen. No problem, my dude. Oké, man. Nee, maar lachen. Leuk, ja. Leuke vraag. Van de ene van de wilde ik dat moet ik met je flikken. Maar goed, leuk. Ga door. Oh, oké. Okay. Nou, in ieder geval... ja, we vragen natuurlijk jullie ook altijd een quizvraag. En daar zijn we nu aangekomen. Ja, klopt. We hebben wel op zich wel een grappige, leuke quizvraag. Ja, ik denk dat die ook wat te doen is. Hij is beter te doen als Hugo de Groot. Ja, maar het is je toch soort van... De quizvraag luidt... Wie kwam er op een geweldige theorie toen hij de Galapagos-eilanden bezocht? Ja. Ja. En dat horen jullie volgende week. Ja. Volgende week dus gaan we ook beginnen met een terugblik eigenlijk naar 2010 en 2011, yes. Denk ik. Zomaar. Ja. Ja. Dus dat wordt leuk. Ja, top. Ik heb er wel zin in. Ik ook. Ja, leuk. Het zit er alweer op. Ja, het zit erop. Holy crap, dat gaat snel weer. Zeker. Nou, ik hoop dat het ook een beetje goed te beluisteren is. En we zijn natuurlijk in een andere locatie nu. Ja. Dus laten we ook even weten hoe het te beluisteren is of het goed gaat. Ja. Dat zouden we heel erg waarderen in ieder geval. Dus... En bedankt aan Dennis ook. Dank aan Dennis voor zijn bijdrage over de F35, ja, die defect is. Ik hoop dat het zo'n lekker gesmaakt heeft. Ja. bedankt voor het luisteren. Volg ons op Twitter of Instagram onder @hetraadspension. We willen nou meepraten over de aflevering hashtag @hetraadspension. Ja. En heb je wat te melden wat we echt in de uitzending moeten bespreken? Laat het even weten. Heb je ook iets opgemerkt wat echt gewoon voor van geen meter klopt? Laat het ook weten. We vinden het ook wel wat leuk. Want we gaan er altijd best wel... Ja, we bereiden ons wel voor. Maar we vinden het ook heel leuk om het heel puur te houden. Ja. Dat is ook wel lachen, juist. We zijn ook echt... wij zijn natuurlijk ook maar gewoon humanisten. Oh! Humanas. Oké, tot volgende week. Hey, tot volgende week. Ciao.